Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Ik had jullie een speciale box beloofd. En dit is hem, de Tech Team Powers Collection. De doos is iets van 2020, denk ik. Nog niet zo heel oud. Maar er zitten wel een aantal leuke sets in. Zoals Sword and Shield. Celestial Storm is het, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. Sun and Moon Lost Thunder. Sword and Shield. Sun and Moon Base Set. Cosmic Eclipse. Net zoals in de Arceus box, die we open gedaan hebben. En Evolutions. Evolutions zit er ook nog in. En vette promokaarten met Espeon en Deoxys GX Tech Team kaart. Darkrai en Umbreon Tech Team kaart. Een Eevee GX kaart. Eigenlijk doet het een beetje pijn om deze box open te doen. Want hij heeft wel wat gekost. Maar langs de andere kant is hij zo beschadigd. Daarom dat ik hem eigenlijk redelijk voor een goede koopprijsje heb kunnen kopen. En nou we maar openen, hè. Zou het maar raar zijn dat ik een channel begin voor gewoon wat boxen te showen en niet openen. Maar ik ben wel benieuwd wat we gaan poelen. Zo eigenlijk nog een box die net voor de rage echt van de afgelopen 2 jaar wat uitgekomen is. Er net tussenin, hè, misschien wel zelfs. Zo heel veel zijn er niet van beschikbaar, denk ik, ook niet op Cardmarket. Eens kijken. Dus. Oh, en hier zit ook nog wat kaarten. Totaal niet verwacht. De code kaart. Hier zitten gewoon ook wat kaarten. Je ziet al dat het iets ouder is, want het is nog op de oude manier. Die gaan we zo eens een keer eruit. Proberen te halen. Als dat wel lukt. Daarom is het altijd leuk dat Pokémon toch een beetje luistert naar de community. En dat ze toch overgeschakeld zijn op die andere manier om kaarten in zo van die box te steken. Als eerste heb ik eruit gehaald de Eevee GX kaart. Ik denk dat deze kaart ook nog in een andere box heeft gezeten, ben ik 100% zeker. Maar ik kan me precies iets van voorstellen dat hij ook nog in zo'n box gezeten heeft met zo'n lelijke Eevee kaart. Ja, lelijke Eevee kaart. Ik vond hem toen lelijk, ik heb hem toen opgedaan op het channel. En dat dezezelfde kaart er ook in zat. En dan Espeon en Deoxys. Je hebt ook, dit is de Umbreon Darkrai versie van de box, je had ook nog een Espeon Deoxys GX box. Die is nog ietsje duurder als deze, denk ik. Kijk eens aan, een vette kaart. Dan, wat zat er nog in? We hadden Glaceon. Die zat er ook in. Een promokaart van Sun and Moon. Darkrai, een Umbreon kaart. Die zit er ook in. Ook een vette kaart. Tech Team was ook zo'n goede set eigenlijk. Maar deze, die wil ik niet. Gaan we ze even doen. Dan Regigas zit er ook in. Een holo-kaart. Een promo holo-foil. Zo met bolletjes. Wel raar dat die andere kaarten dan niet met zo'n holo-foil zijn. Caracosta GX. Krijg je ook bij. En dan heb je ook nog Leafeon. Krijg je ook nog bij. Een vette kaart eigenlijk al. Dan hebben we 2 pakjes Cosmic Eclipse. Een van de populaire sets, ook een van mijn favoriete sets. Evolutions. We hebben 2 keer Sword and Shield. Base set. We hebben 1 keer Sun and Moon. We hebben 1 keer Sun and Moon Lost Thunder. En Celestial Storm hebben we ook. Gaan we het in die volgorde een beetje doen. En dan hebben we natuurlijk ook nog die grote promokaart van Darkrai die erbij in zit. Ook vet. Dat is nog het oude formaat. Nog het echte Jumbo kaart formaat. Echt nice. We zullen maar eens invliegen. We beginnen met Sword and Shield base set. Een van mijn favoriete kaarten staat ook hier op de front. Van de booster pack. Dat is die Snorlax met die boom op zich. Het zou mooi zijn dat we die nog eens een keertje kunnen poelen. De codekaart. Ik heb al even geleden dat we Sword and Shield hebben opengedaan. Dat is ook al wat oud.
oud. Relatief, hè, in Pokémon. We hebben een Rare Candy. We hebben een Lumberry. Corviswire. Sizzlepeed. Woeloo. Grookey. Sobble. Rhyhorn. Reversal Sanaconda. En een Whimsicott. Volgende pakje van Sword and Shield. Weer een code kaart. Een energy kaart. Raboot, ook wel een leuke aard, die van Raboot. Weer een rare candy. Weer een Lumberry. Clobopus. We hebben Cottonee. We hebben Chewtle. Rhyhorn. Rookidee. Reversal is Chewtle. En onze rare kaart is een Cinderace holo. Dat is de eerste holo kaart die we gepoeld hebben. Zo. Celestial Storm. Ook een leuke set. Heb ik zelf niet zo heel veel kaarten uitgepoeld. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb veel sets eigenlijk al redelijk wat open gedaan. Maar ja, Lost Thunder en Celestial Storm. Dat zijn zo twee sets die er zo wat tussenin gevlogen zijn. Die ik eigenlijk een beetje gemist heb. Dus veel van de kaarten ken ik niet. Dit is de code kaart. Een energy kaart. Pupitar. Een rare kaart. Kecleon. TV Reporter. Mooie trainerkaart. Chippet. En we hebben Mudkip. We hebben Torchic. Wishmur met in de verte een Beware. Cacnea. Reversal of Voltorb. De reversals waren toen ook wel beter als nu. En Kleedle. Kijk eens aan. Lost Thunder. Het is wel een populair set geweest, denk ik, Lost Thunder. Had er ook wel een paar leuke kaarten in zaten. Misschien wel Pikachu Reshiram, denk ik dat dat toen was. Ik ben niet 100% zeker eigenlijk. De kolenkaart alleszins. En het was een witte. Als u weet, wat hebben we? Een Sableye. We hebben Brion. Eigenlijk ook niet zoveel kaarten van Brion die ik tot nu toe zo ben tegengekomen. Electro Power. Wurmple, ook wel een leuke art. Jigglypuff, is ook wel een leuke art. Meowth in Alolan vorm. We hebben Cupshoe. We hebben Tangela. En onze reversal was Choice Helmet. En onze rare kaart is een Ampharos. Tot nu toe al twee holo-kaartjes gepoeld. Geen GX-kaarten of Tech-10-kaarten. Maar nee, we zijn er nog niet helemaal door. Sun and Moon Base Set. Is ook al even geleden. Hebben we overlaatst nog een ETP van open gedaan gehad, denk ik. Dat is wel leuk. Ja, Sun and Moon vond ik wel een heel leuke era, moet ik zeggen. Ik vind Sword and Shield op dat gebied net iets minder. Sun and Moon was ook wel een leuke serie. Energy, Metapod, Grumble, Pokéball, Young Goose, een Shellder, Zubat, de lokale aard van Zubat, Popplio, Stuffle, de first kaart is een Timerball, en zijn rare kaart is een Primarina GX. Kijk eens aan. Denk dat ik die al wel eens een keertje heb. Ik ben niet 100% zeker, maar hè. Kijk straks wel eens na. En nu eigenlijk de drie duurste packs, denk ik. Twee Cosmic Eclipse nog. Die pack art is echt zo mooi van Cosmic Eclipse trouwens. En Evolutions. We beginnen doen met de Evolutions. Ook weer even geleden dat we die nog eens open gedaan hebben. Het is een set die, laten we zeggen, een beetje overpowered. Overpowered nu niet, maar de codekaart. En die ziet er nogal slecht geprint uit. 1, 2, 3 denk ik dat het met Evolutions was. Even, altijd even tellen. Het is een beetje, moet ik zeggen, een te dure set geworden denk ik. Het is wel terug in prijs gezakt, maar hey. Energy Retrieval. We hebben een Blastoise Spirit Link. We hebben een Switch. Tangela geeft wel zo de oude vibe. Vulpix. Een Energy Kaart. Voltorb. Charmander. Reversal Tangela. En onze rare kaart is een Charizard EX. Kijk eens aan, man. Charizard EX.
Ongelooflijk. Ik weet nog wel niet, zo'n dure kaart is het niet, denk ik. Maar we hebben weer wel een Charizard gepult. De Reverse Holo Tengla, die gaan we ook maar meteen sleeven, want de Reverse Holos van Evolutions zijn echt bagger. Die krijg je meteen kras op. Cosmic Eclipse. De leukste kaart vind ik de Pikachu kaart. Of Ash's Pikachu kaart, ik weet niet juist of de kaart juist noemt. Maar dat was wel een vette kaart. De Code kaart. Hier moeten we weer vier kaarten naar voren schuiven. Een leuke Energy. Larvesta. Anorith. Gloom. Pentump. Magnemite. Lillip. Trapinch. We hebben Sneasel. En de Reverse Holo is Litleo. En onze rare kaart is een Raichu. Ook niet slecht, Raichu. Laatste pack van de doos. De codekaart. Ik ga eruit met een banger. Ik hoop het wel. Energy. Een Beastite. Een Techkal. Tartrix. Misschien wel een Decidueye we gaan poelen. Carvana. Chinchu. Azurill. Rufflet. Oddish. Mooie art van Oddish. De reverse holo is een Beleba Bryson Man. En onze rare kaart is een Holo Lycanroc. Ik had gehoopt op iets meer. En die Lycanroc, maar al bij al hebben we weer niet te klagen over de box. Als we hem open gedaan hadden, we hem pas gekocht hadden voor 40 of 50 euro. Nu was hij een beetje overpriced en denk ik er 80 of 100 euro voor betaald heb. Ik weet het al niet meer. Ja, maar helaas dus geen big hits echt, buiten een Charizard EX, wat een leuke kaart is. Maar toch maar weer bedankt voor het kijken en hopelijk hebben we volgende keer meer geluk in een oudere box. Tot de volgende. Ciao kids!